Wethouder Bert Veldhuis gaf vrijdag het officiële startschot voor de bouw van de derde fase van Grote Boel in Nijmegen-Oosterhout. Op 3 na zijn alle 70 nieuwbouwwoningen verkocht. De eerste woningen worden waarschijnlijk eind 2017 opgeleverd. In mei 2018 moeten alle 70 woningen klaar zijn. Op het Montessori College aan de Kwakkenbergweg in Nijmegen is vrijdag het eerste genderneutrale toilet voor leerlingen in gebruik genomen. Daarmee heeft de middelbare school een primeur in Nijmegen. Het initiatief komt vanuit de leerlingen zelf. Rector Bernie Dorp zegt dat er niet veel meer bij komt kijken dan het vervangen van een bordje. Een bordje met een half man, half vrouw figuur maakt duidelijk dat het toilet toegankelijk is voor zowel jongens als meisjes. De school gaat kijken of er nog meer toiletten in het gebouw genderneutraal gemaakt kunnen worden. Er zullen in de omgeving van de Sint-Jacobslaan in Nijmegen de komende tijd vaker lasercontroles plaatsvinden. Enkele belangrijke wegen rondom de Sint-Jacobslaan, zoals de Oude Molenweg en Slotenmaker de Bruïneweg, zijn afgesloten vanwege asfaltwerkzaamheden. Door de afsluiting worden de omliggende wegen rondom de Sint-Jacobslaan veel gebruikt als sluiproute. Deze wegen vallen allemaal in de 30 km per uur zone. En vanwege de harde snelheid van sommige autobestuurders worden deze wegen de komende tijd extra gecontroleerd. De Nijmeegse ondernemer Janine Sok presenteerde donderdag in het De La Mar Theater in Amsterdam het vierde nummer van het gastvrijheidsmagazine Janine. Het eerste exemplaar van het blad, dat gaat over gastvrijheid in de horeca en dienstverlening, werd aangeboden aan de general manager van het bekende theater. Het thema van dit nummer is Over de Grens.